Dus ja, ik ben nogal gewend aan ken ik jou niet ergens van. Die komt ook nog heel vaak voor. Heel fout. Topmodel en part-time EDTV-verslaggeefster Lonneke Engel werd maandagavond door de Glossy Jackie uitgeroepen tot de meest begeerlijke vrijgezel van Nederland. EDTV zocht haar daags naar het feestje op in Hartje Eindhoven. Ja, ik heb heel veel reacties gehad en ook heel veel single men die dan via Twitter en Facebook even toch zeggen gefeliciteerd, weet je wel. Ja, heel veel mensen vinden het is gewoon heel leuk dat je dan gekozen wordt als nummer 1. Ik vind het sowieso een hele mooie cover. Ja, ik ben heel blij met die foto. Waarom heb jij de titel gewonnen eigenlijk? Ik denk omdat ik gewoon een happy single ben en dat ik er erg van geniet. En degene die in de lijst staan, er zijn 25 vrouwen uit Nederland, waaronder ook Eindhoven's Renomi Kromowi Jojo. Die zijn allemaal sterke single ladies die gewoon genieten van het leven, dus niet zielig zijn. Want iedereen denkt dat als je single bent, dat je zielig bent, maar ja, wij vinden het ook gewoon fijn dat we geen gezeur hebben thuis en gewoon dingen kunnen gaan doen, shoppen zoveel we willen en niemand die zeurt, dat kost te veel. U hoort het mannen, niet zeuren. Lonneke heeft wel een bijzondere digitale versiertruc. Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat Twitter echt de beste manier is voor als je verified bent. Je hebt dat blauwe vinkje en je ziet iemand anders die je leuk vindt met een blauw vinkje. En je doet toevallig een tweet sturen in het algemeen naar die persoon, dat ze wel vrij vaak reageren. Dus ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel een paar Twitter dates heb gehad. Nou ja, met wie? Namen? Ik ga geen namen zeggen, want dat vind ik niet netjes. Ik denk dat sommigen ook niet echt helemaal single waren zelf. Maar ik ben wel echt single en ik wacht gewoon nog steeds op wie weet dat ik hem via Twitter ontmoet of via Facebook of in het echt of in Eindhoven. Het kan allemaal. Wil je Lonneke versieren? Volg haar dan op @LonnekeEngel. Samen met bijna 10.000 andere volgers. Succes. Wil je dan een oproep doen? Nou, ik ben het zo aan het genieten van dat ik nummer 1 ben, dat echt op zoek naar een man is nog niet, maar ik hou heel erg van paarden, dus als je op een wit paard langskomt, dan mag je wel even stoppen.